Ja, goedemiddag dames en heren. We zijn live hier in Ermelo. En we gaan eerst even kijken naar de jeugd van Ermelo, van DVS 33 Ermelo. Ze zijn druk bezig met een warming-up. Of eigenlijk gaan ze een aantal oefeningen laten zien. En ik heb een mooi tekstje gekregen van de jeugdcommissie om wat te vertellen over wat ze aan het doen zijn. Ze zijn een demo aan het geven. En de onderbouw van DVS vindt het belangrijk dat iedereen goede training en aandacht krijgt. En zo zijn ze een aantal jaar geleden begonnen met het thema gelijke kansen. Elke training van de jeugd start met een sectie met een gezamenlijke start. En tijdens die start besteden ze aandacht aan multiskills. Je ziet dribbelen met een kleine bal of een grote bal en touwtjes springen. En dat vinden de jeugd erg belangrijk om de gymnastische oefeningen goed te doen en het lichaam motorisch goed te ontwikkelen. En nou, je ziet hier de spelers van DVS, de jeugd van de onder 8 tot en met de onder 12. En per leeftijdscategorie krijgen deze spelers een multiskill, wat belangrijk is op die leeftijd. Zo zie je de 8-sectie bezig met tikketje. Ik weet niet of we dat in beeld kunnen krijgen. Ik zie ook dat ze korte sprintjes aan het doen zijn en ze proberen zo kijkgedrag te creëren. En de wat oudere jeugd, 12, zie je kikkersprongen doen. Ik weet niet of we dat ook te zien krijgen. En we zien vooral touwtjes springen. En spelen met de minibal. En alle kinderen van de jeugd die krijgen een rugtasje. En die rugtas, daar zit een minibal en een springtouw. En daarmee krijgt de jeugd thuis de kans om extra te oefenen. Om nog technischer te worden. Want dat vinden we bij DVS belangrijk. Dat ze de baas over de bal zijn. Dus ze kunnen thuis oefenen in de tuin of op straat. Of lekker op het plein. En zo geven de trainers aan de jeugd mee wat ze belangrijk vinden. Nou, en wil je meer weten over de onderbouw van DVS en de werkwijze? Kom dan eens kijken bij een van de trainingen van de jeugd. En spreek een trainer aan. Want in Ermelo, hier is iedereen welkom.